Zijn we aanbeland, terwijl ook de finale race is ingegaan en het vuurwerk ook al ontploft. Oh, 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 dit is te vroeg. Dit is te vroeg. Dit was de finale, terwijl die andere projecten nog lopen in een zilveren wereld. Kijken we naar de domino-finale. Kijk, hier de bliksem die nog valt, want hier loopt het ook nog. Een project, overigens, dat vroegtijdig 3 keer is gevallen. En uitgerekend nu blijft hij voor een groot deel staan. Oh, oh, oh. En wat is er met de Skylines? Ja, dit is het getal dat we zouden hebben gehaald als we alles hadden laten vallen. En dit daar is het parachute. Zou het laatste steentje zijn? 3.750.000. Dit steentje. Dat die uitzicht krijgen op een betere toekomst. Tot zover dus de Nationale Postcode Loterij. We zien nog 1 keer UNICEF, de Vereniging Natuurmonumenten, Vluchtelingenwerk en het Wereld Natuurfonds. Allemaal sponsors, net als de Nationale Postcode Loterij van deze wereldrecordpoging. Leo, dit veld gaat het doen. Volgens mij zijn wij hier op weg naar een nieuw wereldrecord. Wat denk jij? Nou, ik wil je vertellen, dat had ik van tevoren ook al gedacht. Ik niet. Nee, jij duidelijk niet, inderdaad. Jij was nogal negatief over het welslagen van deze Domino Day 2002. Maar ik denk dat we langzaam maar zeker toch een feest kunnen gaan vieren. De portretten zijn van blije mensen die hebben geprofiteerd van de goede doelen van de Nationale Postcode Loterij. Maar ze zijn ook blij omdat het gelukt is. Robin Paul Meijers heeft hoog spel gespeeld. Maar volgens mij, en ik met alle voorbehouden, volgens mij heeft hij gewonnen. En afwachten is natuurlijk nog straks het tellen en het project hierna nog, een klein projectje. Maar kijk, ook weer wat opgevonden. Oh, kunstig gedaan. Is het genoeg? Licht gaat uit, hè, in de zaal. Let op het mechaniekje links boven het vlak. Dat moet gaan. Het gaat! Jawel! Het gaat! In 15 talen het woord challenge. Hebben we hem ook gehaald? Dat is de vraag. 3 weken werken alleen al aan dit vlak. En die helmen zijn nodig, hè, Leo? Dit hebben we inderdaad nodig. Er staan ook mensen zonder helm. Oh, dat kan pijn doen, hoor. Wat zijn er harde steentjes? Pijn is pijn. De finale van Domino Day 2004. En het zal kielen, kielen, kielen worden. Maar dit vlak is zo goed als gevallen. Ja, 150.000 gelukjes. Ja. Dan is het bij die Builders Challenge goed. Absoluut. Maar voor de rest, over het algemeen viel het goed, hè? Zeker. De laatste steden, de finale. Een grapje van... Hij gaat. Daar gaan we naar de grote finale en het laatste deel. En dan zal straks de allesverlossende vraag moeten komen. Er is natuurlijk wat blijven staan, maar er is zoveel gevallen. En wat een enorm veld is dit. Ruim 2 weken werk. En hij loopt. En de verhalen komen weer terug. We zien Quasimodo bijvoorbeeld. Alle verhalen die vandaag zijn verteld komen terug in het grote finaleveld. En dan gaan we naar boven. En dan tellen we de laatste steentjes af. U weet toch, Anastasia doet de nummer 1. Dan moet dit vallen. 1, 2, 2, 2, 2. Blijft er staan. Ja, kop. Nou, pak je. 421.000 zijn er neergezet. En in ieder geval...